Hartelijk welkom bij Klagemauwen TV, vandaag vanuit Studio Den Bosch. Het feminisme wordt sinds enige decennia wereldwijd overluid gepropageerd. Veel critici vermoeden doelgerichte plannen achter deze sociale reorganisatie. Aaron Russell, een Amerikaans bankencriticus, politicus, rechercheur en voormalig manager, bericht over een uitspraak van zijn vroegere bankiersvriend Nicholas Rockefeller. Ik citeer: om twee redenen is het feminisme onze uitvinding. Vroeger betaalde maar de helft van de bevolking belasting, nu bijna iedereen. Omdat de vrouwen gaan werken. Bovendien wordt het gezin vernietigd en daardoor hebben wij de macht over de kinderen gekregen. Ze zijn onder onze controle door onze media. Ze krijgen onze boodschap ingepropt en staan niet meer onder de invloed van een intact gezin. Wanneer wij de vrouwen ophetsen tegen de mannen en het partnerschap en de gemeenschap van het gezin vernietigen, hebben wij een kapotte maatschappij geschapen, bestaande uit egoïsten die werken en consumeren en daardoor onze slaven zijn en dat nog goed vinden. Wie nauwkeurig toeziet, stelt bovendien vast hoezeer de Rockefeller Stichting meer vorm heeft gegeven aan de feministische beweging van de 50e jaren van de vorige eeuw. Samen met de CIA propageerde deze de meest verschillende feministische berichtgeving via tijdschriften, tv en reclame. Hartelijk dank voor uw aandacht en tot de volgende keer.